Amar, we zijn alweer een paar wedstrijden bezig in de tweede seizoenshelft. Je hebt veel minuten gemaakt. Hoe gingen de wedstrijden voor je gevoel? Ja, goed. Ik ben blij dat ik weer speel. En ja, we hebben nu laatst gewonnen. Een beladen wedstrijd. En geeft een goed gevoel. Tot nu toe ben je met je goals en assists betrokken bij 12 doelpunten. Ben je tevreden daarover? Ja, het is niet slecht, maar ik wil altijd meer. Ik had ook meer gekund, maar vooral de goals wil ik meer hebben. Ben je zelf als aanvaller überhaupt met statistieken bezig? Ja, niet tijdens de wedstrijd, maar na de wedstrijd wel, ja. Kijk je ook je eigen wedstrijden terug? Eigen momenten. Kijk wel terug, ja. Dan even overmorgen, dan wacht dus de wedstrijd tegen MVV. De vorige keer dat we tegen MVV speelden, kunnen we ons allemaal wel goed herinneren. Wat komt er bij jou naar boven als je denkt aan die wedstrijd? En de periodetitel natuurlijk, gewoon het feestje daarna en gewoon ja, de periodetitel. Was het een van jouw hoogtepunten van jouw carrière tot nu toe? Ja, ik ook met onder 19 bij PSV. Na 27 jaar hadden we toen kampioenschap en de periodetitel. Dan even over MVV op het moment. Zit in een moeilijke fase, hebben al een tijd niet weten te winnen. Hoe gaan jullie nu de wedstrijd in? Ja, we moeten ze niet onderschatten. Na de laatste wedstrijd willen ze zich herstellen natuurlijk. Dus ze komen volle bak, verwacht ik. Maar we moeten gewoon de 3 punten thuis houden. En de afgelopen wedstrijden lukt het wat minder makkelijk om te scoren dan de wedstrijden daarvoor. Waar denk je dat het aan ligt? Ja, ik denk niet dat het is gewoon meer de kansen afmaken. Want de kansen krijgen we wel. Als we de kansen afmaken, dan komen weer de doelpunten. Dan tot slot, natuurlijk vrijdag weer supporters in het stadion. Hoe is dat voor jou? Ja, heel fijn. Voor mij maakt het wel verschil met of zonder. En ik zou het ook fijn vinden als de andere kant vol is. Want meestal is er één kant vol en de andere leeg. Dus daar wacht ik ook op.